hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar mijn 39ste atelier vlog. Zoals je kunt zien, ik ben nog niet aangekleed, want er komt zo meteen een pakketje. Je hebt niks met aankleden te maken, maar dan kan ik niet naar boven om aan te kleden, want dan ben ik te laat. Misschien ben ik niet. Als een pakketje komt, dan ga ik altijd voor de raam zitten wachten. Ze komen ieder moment mijn pakket brengen, twee pakketjes brengen en ik ben zo benieuwd. Dus ik moet vandaag nog boodschappen doen in... dan is de maandag eigenlijk weer voorbij. Deze week is het avondvierdaagse. Dus dat had je ook al helemaal zien. Dus het wordt een leuke week. Ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd om te gaan schilderen. En dat zie je allemaal deze week. En ik ga deze week ook starten met het opnemen van mijn juni challenge. En dat gaat echt wel... Het wordt best wel een heel kawaii om het allemaal op te gaan nemen. Dus ik heb ijsstokjes. Heel veel ijsstokjes. Ga ik even alle kleurtjes die ik heb, ga ik er even op schilderen. En opschrijven welk merk en welke... Ja, hoe de kleur heet. En die ga ik allemaal in een grote ton stoppen. En dan ga ik daar allemaal stokjes uit grabbelen. En die stokjes, die kleuren ga ik gebruiken in mijn juni-challenge. Dat vind ik wel leuk werk. En dat voor mij is dat best rustgevend om dat te doen. En het is ook gewoon zo fijn om die stokjes dan ergens in te doen. Zodat je gewoon weet welke verf je allemaal hebt. En als je wel eens een kleurcombinatie kan maken, dat je gewoon de stokjes er even bij kan pakken. Dus het is niet alleen maar voor mijn juni-challenge, maar ook gewoon voor mezelf. Ik ga nog wel iets verzinnen om die stokjes ergens in te doen. Zodat ik ze mooi kan zien naast elkaar. Maar ik ga ze eerst in een grote ton stoppen. En dan ga ik grabbelen. Een soort grabbelton. Ja, en het idee is dan om dan twee verschillende of drie verschillende grabbeltonnen te maken. Eentje met de kleurtjes. Eentje met de metallic kleurtjes. Dan doe ik even alle metallic kleurtjes in. En de ene voor de zwart of witte cel activator. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee wat ik heb voor mijn juni challenge. Ik ben erg benieuwd. En ik ga deze week starten met week 4 van de Food Sisters. En 8 weken slank. Dus week 4, we zijn bijna op de helft. Ik mag ook nog kip curry. Oh, het wordt echt zo'n lekkere week deze week. Oh, lekker. Ik heb er gewoon zin in. Ik ga even een boodschappenlijstje maken. Dus ik ben dus al 3 volle weken bezig met de Food Sisters. En er is nu in totaal al 5,1 kilo af. Zal ik je eens laten zien wat een bende het in mijn atelier is. Het is echt niet normaal. Ik moet echt iets verzinnen dat ik gewoon meer ruimte heb. Dus daar ga ik even over nadenken, maar ik laat even zien. Dit is al een beetje een bende. Hieronder ligt echt van alles wat ik gewoon nergens kwijt kan. Ja, hierboven is het dan nog wel redelijk. Maar ja, ik kan ook niks staan, daar moet al mijn camera staan. En die staan hier allemaal snoeren. Hieronder een trapje en 2 krukjes. En nog wat overige schilderijen. Nou, op mijn bureau. Ja, daar liggen ook allemaal flesjes en dingetjes. Hier staat nog gewoon verf open. Ik heb hier allemaal spullen die ik gekocht heb weggezet. Nou, hier ligt alles op de grond. Hier staan een hele hoop schilderijen. Daar staan wat schilderijen. Hier bovenop is het ook al helemaal vol. Hier is het vol. Daar is het vol. Hier is het vol. Daar is het vol. Mijn prullenbakken zijn vol. Mijn bord is ook vol. Daarboven is het helemaal vol. En hier is het ook helemaal vol. En zelfs hieronder is het helemaal vol. Wat een raar verhaal hier. Het ziet toch niet normaal wat een bende hier is. Ik vind het niet normaal, maar goed. Ja. Ik weet ook echt niet waar ik het allemaal moet laten. Ik heb gewoon nog het atelier nodig. Maar ik ga in ieder geval eventjes. Ik ga die kast eens een keertje uitmesten. Ik weet niet of ik dat vandaag ga doen. Want daar liggen nog heel veel spullen in. Tekenspullen. Nou, ik ga nou toch niet in mijn atelier. Ik had het echt bedacht. En ik ga hier ook weer lekker zitten tekenen. Maar dat ga ik toch niet doen. Dus die ga ik denk naar zolder brengen. Of ergens anders op mijn plek. Misschien een andere kast. Maar niet op mijn atelier. Dus daar kan ik ook nog wat spullen kwijt. Net zoals die tegeltjes en ook nog doekjes en alles. Ik kan allemaal nergens heen. En ik ga eens wat dingen uitzoeken. En een aantal dingen. Ik heb een aantal schilderijen die ik echt wel mooi vind. Dus ik zal even aanwijzen welke het zijn. Ik vind die heel mooi. Ik vind die heel mooi. En ik vind die heel mooi. Die wil ik graag ergens hangen. Misschien eentje binnen. Maar ik heb ook ergens een adresje hier in het dorp waar ik waarschijnlijk ook wel wat schilderijen mag hangen. En ik denk dat die daar wel op zich wel geschikt voor zijn. Ik ben wel heel erg perfectionistisch. Dus ik zie altijd dingen die niet goed zijn. Maar ja, ik moet toch een keer ergens schilderijen gaan verkopen. Want anders is het geld ook een keer op. Hè? Dus dat. Ik had dit nog liggen. Oh ja, ik had van de week nog. Waar heb ik dat gelaten? Ik weet eigenlijk niet eens meer. Ik ga even hieronder kijken. Bingo, hier. Kijk, ik had natuurlijk van de week dit nog gemaakt. En ik wil van ergens deze week mijn groene jurkjes aandoen. En ik denk dat ik dan gewoon zo'n ketting erbij aandoen. Dus dit moet nog een keer zitten. Kijk, er zit wel allemaal
lijm op. Maar als ik dat, kun je er gewoon afkrabben hoor. Dus dan moet je echt niet bang voor zijn dat er lijm op komt. Want dan kun je gewoon nog krabben en dan is het eraf. En dan nog met een doekje eroverheen. Kijk, nou is het al af. Dus dan hoef je echt niet bang voor zijn dat er lijm op komt. Kijk, deze is ook wel echt super cool. Deze vind ik echt heel braaf. Dus die ga ik uitknippen en even opplakken. Misschien vandaag. Want ik had deze natuurlijk ook nog. Maar deze worden niet zo heel mooi. Die spraypaint. Ik had in de vorige vlog ook al gezegd. Kijk, hier zie je dat. Wordt helemaal dof. Het lijkt me ook wel heel erg leuk om daar gewoon een video over te maken. Misschien wel in het Nederlands. Want in Engels vind ik dat heel lastig om dat uit te leggen. Moet ik echt even gaan. Ik heb deze ook gemaakt van de week. Jullie hebben wel gezien. Vind ik echt super cool. Dus dan ga ik gewoon ook een nieuwe skin maken. En laat ik dan gewoon zien hoe ik dat doe. En dan maak ik gewoon een Nederlandse video van. Alleen maar mijn Nederlandse video's worden heel slecht bekeken. Dus dat is wel heel jammer. Maar goed. Kan niet anders hebben natuurlijk. Dus ja, dat is een beetje het plan. Maar nu ga ik eerst eventjes. Ik had een pakket gekregen net. Die had je net al gezien die aankwam. Die wil ik heel graag uitpakken. Maar ik heb er helemaal geen plek voor. Dus ga ik even kijken of deze al droog is. Want deze, ik heb echt deze ruimte nodig van dit schilderij. En wanneer heb ik deze gemaakt? Dinsdag volgens mij. En morgen is het gewoon weer dinsdag. Ik heb gewoon een hele week ligt deze hier al. En nu, ja, hij is nog steeds niet droog. Maar misschien is die wel gewoon droog genoeg dat ik hem ergens kan hangen of zo. Kijk, en die twee zijn ook nog niet droog. Maar ja, die zijn er wel droog genoeg dat ik ze wel gewoon rechtop kan zetten of zo. Die is ook wel super cool. Maar die kan gewoon ergens gewoon rechtop. Maar wat zet ik ze even hier weer of zo? Dat ik ze even kwijt ben. Dus ik hoop niet dat al die bloemen naar beneden komen. Maar zo is het echt wel cool. Ik ben echt wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien als het geschilderd is. Ik ben echt benieuwd naar. Ja, en deze hier, die kan ook wel ergens liggen. Ja, wanneer heb ik deze ook al dinsdag gemaakt volgens mij? Die andere heb ik voor mij langer geleden. Ik weet niet eens wanneer ik die gemaakt heb. Voor mij niet eens in mijn vorige video. Hij wordt helemaal zwaarder van. Kijk, deze is ook gewoon nog niet droog. Ik ga er gewoon nog niet overheen. Kijk, ik krijg allemaal van een beetje van die bubbeltjes. Zie je dat van die gaatjes? Vind ik dan weer niet zo mooi. Maar deze had ik ook met te veel water gedaan hoor. Dus ik ga hier gewoon nog een keertje overheen. En dan zijn die dingetjes weg. Kijk, dit is gewoon nog een hele grote bobbel. Maar goed, dit droogt allemaal nog wel een keertje. Ik ga wel eens kijken waar ik hem ga wegleggen. En dan ga ik nog die onderste even bekijken. Nou, deze is dus echt officieel nog steeds niet droog. Hoe dan? Niet normaal hoe lang deze erover doet. Maar goed. Ik moet nog wel wat dingen in kwartier. Ik was heel slim. Ik denk, oh, ik heb nog een beetje verf over van die parelverf. Doe ik gewoon de randjes. Dat is mooi. Dan vult het mooi op. Ja, niet dus. Want er zit geen zwart onder. Dus hier zit dus geen zwart onder. En dan zie je dus gewoon helemaal. Alleen een heel klein beetje een glimmetje. Maar op het zwart ziet dat dus veel beter. Dus dat is een beetje het verschil. Maar kijk, hij is echt serieus. Gewoon nog niet droog. Oh, dat ligt er echt al zo lang. Niet normaal. En ik heb dus die nog, die moet nog drogen. En hier ligt er nog eentje te drogen. En ik kan gewoon helemaal niks kwijt. Dus dan ga ik toch maar een beetje hier maar wegleggen of zo. Ja, zo irritant dit. Want ik wil ook mijn bak nog kunnen wegzetten. Om mijn spinner te gebruiken. Nou, echt. Atelier. Ik heb gewoon een groter atelier nodig. Dus ik zoek sponsors. Nou, het is weer een heel klein beetje toegankelijk in mijn atelier. Mijn tafel is bijna leeg. Ik had dus hier die stokjes. En die ga ik. Ik denk aan de ene kant schrijf ik de naam op van de kleur. Aan de andere kant maak ik die kleur. Dan kan ik ze allemaal zo mooi naast elkaar leggen. Dan weet ik precies welke kleur ik kan maken. Dat is even het plan. Het gaat echt een heel veel rij worden. Maar ik begin gewoon even met deze potten die hier allemaal staan. Dus dan raak ik heel mijn rij even af. Ga ik gewoon eens even alle Amsterdam verf doen die ik heb. En daarna ga ik alle Liquitex verf doen die ik heb. En daarna alle Winsor & Newton verf die ik heb. En ik heb daar ook nog ARA verf staan. En nog andere, volgens mij nog een paar andere. Ik weet niet precies wat. Maar dan ga ik gewoon even aan beginnen. Ik ga even een goede stift zoeken waarmee ik dat er goed op kan schrijven. Even kijken of ik een mooie zwarte pen heb. En dan ga ik er even aan beginnen. Ik laat zo even zien of het lukt wat ik wil. Nou, ook het ideale moment om hier eens eventjes te stoffen. Oh jee. Nou, ik heb de eerste, een beetje de roze kleuren van mijn Amsterdam allemaal al opgeschreven. Zeg maar. Ik heb eigenlijk het Engelse geprobeerd. Maar ik begon in het Nederlands, maar deze is dat Engels is makkelijker. Ik heb hier de dichtheid, het merk, de kleur en het nummer. Ja, het past niet allemaal precies. Soms kan die pas net niet op. En hier was ik het dingetje vergeten. Daar gezet. Nou, het komt allemaal goed. Dit ga ik nu eventjes aan de achterkant. Ga ik gewoon deze kleurtjes even schilderen. En dan laat ik het opdrogen. En dan hoop ik dat deze in ieder geval al klaar zijn. En dan ga ik daarna met paars en blauw verder. En ik ga niet alles op een palet doen. Ik doe het gewoon zo vanuit de pot, vanuit de deksel. En dan smeer ik het gewoon hier aan deze kant erop. En dan ga ik het even helemaal doen. Dat is niet heel handig om dat met de telefoon te doen. Ik doe het even zonder telefoon. Maar zo ga ik in ieder geval al die stokjes doen. Nou, de eerste zijn gedaan. Die kan ik even opdrogen. En dan kunnen de potten terug in de kast en de stokjes bij elkaar in een doosje of iets. Ik weet niet hoe ik het ga doen. Maar het moet even drogen. Je ziet wel goed. Kijk, dit is bijvoorbeeld half semi-transparant, zeg maar. Dan zie je het hout er nog wel een beetje doorheen. Die is helemaal transparant.
Kijk, en deze zijn gewoon echt in één keer mooi gedekt. Dus dat is dan wel een beetje het verschil voor mij. Deze ook, alleen is ook gedekt. Dus daar merk je weer echt wel verschil in. Wat een werk. Ik ga de laatste nou doen. En dan ga ik nog even op mijn bord kijken. Maar ik heb geen stokjes meer. Dus ja, even kijken of ik nieuwe stokjes heb. Anders dan houdt het gewoon bij deze op. Dan heb ik gewoon de meeste verf gedaan. En ja, het komt goed. Nou, ik denk dat ik alles nu wel heb. Ja, ik heb niet alles, want ik heb geen stokjes meer. Ik heb op het laatst gewoon al de kleurtjes gebruikt die ik het meest gebruik. Maar sommige zijn een beetje dubbel. Weet je wel, wit. Ja, dat wit is wit. Dus ik heb de ene wit, dus de andere ook. Dus ook wit. Ik had alleen niet mijn ARA-verf kunnen... Daar. Ik kan alleen niet mijn ARA-verf doen. Want ik heb geen stokjes meer. Super irritant. Ik had 100 stokjes. Ik dacht, gaat toch wel lukken. Maar dit zijn volgens mij gewoon al 100 stokjes. Idee heb ik echt genoeg. Maar nee, ik heb niet genoeg. Maar ik heb in ieder geval genoeg. Want het is echt genoeg zo. Ik laat het even goed drogen. Want dan zitten ze alsnog allemaal tegen elkaar geplakt. Misschien ga ik nog even gauw in mijn kast kijken of ik echt geen stokjes meer heb. Want ik dacht echt dat ik meer stokjes had. Maar... Ik heb zelfs allemaal goede roerstokjes die nog een beetje schoon waren ook al gebruikt. Dus maar goed. Ja, wat een leuk werkje om te doen. Wel veel werk, maar wel leuk om te doen. Ja, het gaat heel goed hier. Nou, ik vind allemaal stokjes. En ik wist dat hier nog stokjes in zaten. Het zijn allemaal kleintjes. Allemaal. Ja, die grote zijn super lastig te vinden. Die moet je echt online bestellen. Dan ga ik sowieso wel een beetje buiten. Allemaal hele stokjes, maar allemaal kleintjes. Daar heb ik dus helemaal niks aan. Kijk, hier zijn ze ook allemaal op. Alle goede heb ik al uitgevist. Ik heb er nog wel een paar bewaard voor, ja, om te gebruiken. Wel fijn. Maar ik had dus ook allemaal deze nieuwe. Die vergeet ik altijd. En die staan altijd hier. Maar die vergeet ik altijd te pakken. Nou ja, ik heb echt serieus echt geen andere stokjes. Nee, want ik had pas bijgesteld. Die zijn nou zo. Oeh, wat jammer. Nou ja, dan doen we het hier maar gewoon mee. Moet ook echt wel lukken. Een grabbeldoosje gemaakt. Kijk, hier doe ik dan die stokjes in. En dan kan ik zo grabbelen en dan kan ik er zo uitpakken. Super tof. Het is echt een vlek. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en we hebben zo meteen een uitvaart. Het is natuurlijk het minst leuke van de dag. Maar goed, ja. Hoort op het leven. Maar goed, ja, een kennis van ons is overleden en die wordt vandaag begraven. Dus gaan we zo meteen om 10:30 hebben we daar de begrafenis van. En dan moeten we aansluiten nog naar het kerkhof. En daarna nog een soort, hoe zeg je dat? Samen zijn, ja. En dan daarna is weer naar huis. En dat ga ik direct doen. Dus ga ik even omkleden en dat maar doen. En voor de rest ben ik aan het wachten op mijn stokjes. Ik had gisteren gauw nog stokjes besteld. Want ja, mijn stokjes zijn op. En ik had toch wel graag even al mijn verf gedaan. Niet alleen deed ik het vaak, maar ik heb heel veel verf nog op mijn bord hangen. En die wil ik eigenlijk ook allemaal op een stokje doen. Dus ik heb 100 stokjes besteld. Dus die komen, ja... Om 7:30 vanavond pas binnen. Dus heb ik vanavond dus helemaal niks aan. Dus ga ik morgen mee verder. Dat is eigenlijk een beetje het plan voor vandaag. Want ik weet niet of ik heel veel nog ga doen vandaag. Dan ik terug ben. En het is vanavond ook nog avond, vierdaagse. En het gaat ontzettend regenen. En dus waarschijnlijk wordt het de eerste avond echt gewoon met een paraplu en regen en nat. Maar goed, hoort er ook bij je. Ja, hoort ook bij het leven. Ja. Dus we gaan er vandaag toch maar een leuke dag van maken. Proberen. Maar het is wel een beetje een trieste dag vandaag. Gisteren was er nog een pakketje gekomen van Amazon. Die ga ik toch maar even schouw openmaken. Kijk, wat zit erin als het goed is? Is die nou leeg? Oké, ja. Dus maar één pakketje. Ik had besteld. Nou komt het. Dat moet ik ook met twee handen doen. Wacht eventjes, 1 seconde. Kijk. Dit is voor mijn... Zijn ze allemaal heel... Want ik zag op internet dat ze heel vaak kapot waren. Nou, ze zijn volgens mij nog wel leeg. Ik hoop dat het past. Dit zijn... ik ga het even uitleggen. Alles valt. Nou, ik ga het even openmaken en dan laat ik het even zien. Kijk, dit zijn van die dingetjes. En ik denk dat ze te klein zijn. Voor je waxstempel. Dan kun je dan hier op doen. Maak je hier en dan doe je dit zo hier op. Kijk, zo. Dan haal ik wel de verpakking natuurlijk. En dan doe je daar wax in. En dan blijft het mooi zo. En dan doe je daar je stempel in. En dan heb je een mooi rondje. En dan is de buitenkant mooi netjes. In plaats van dat hij alle kanten op gaat. Maar ik kon helemaal niet duidelijk zien welke maat het was. Maar ik wil ze heel graag bestellen waar ik mijn stempel heb besteld. Maar
ja, ik wilde wel even kijken of het überhaupt werkt. En dan heb ik gewoon even een goedkoop setje gehaald. Deze is wel heel groot. Ja, ik weet niet of het gaat passen. Dat ga ik straks even bekijken. En hierop kun je dat al makkelijk doen. Gewoon een klein dingetje. Want, ik heb ook deze erbij. Kijk maar, ik had er volgens mij nog meer besteld. Ik weet niet, ja, voor me had ik er meer besteld. Dus zijn er geen 100. Nee, ik ben toch geen 100. Dit zijn van die dubbelzijdige tapejes. Want mijn waxstempel kon je er toch makkelijk afhalen van mijn schilderijen. Wat ik toch niet had gedacht. Maar het was toch, want als ik mijn vinger onder wipte, dan wipte die er toch af. Dus nu ga ik van die losse dingen maken, hierop maken. En dan plak ik ze met deze dubbelzijdige tape op mijn schilderij. Ik denk dat dat mooier is. Dan is die ook wat mooier rond en alles. Dus dat is even het plan. Ik ga dat misschien straks nog eventjes testen. Maar dit zijn in ieder geval die dingetjes. Het zijn vier. Nou zijn het er drie. Maar het zijn er officieel vier. Want ergens is er hier. Oh ja, dat is altijd. Hè? Dan valt hij dan denk je, waar is die dan? Wat is zo knap. En dan valt hij net en dan kun je hem niet meer vinden. Dus dat ga ik straks even testen. Ik denk dat deze echt niet past. We zien wel. Ik ga het er straks laten zien. Echt lief. Zo dat ding. Nou, hier gaan ze ook met de voeten tekenen. Weet je niet. Nou, ik vind het wel echt een heel mooi gezicht zo. Ik ben even naar mijn atelier gelopen. Het is nu al avond, het is al bijna 4:15. Ik ga eten koken, want vanavond hebben we natuurlijk de avondvierdaagse. Het regent. Maar ja, we zijn diehards, dus we gaan lekker door. Maar ik ging toch even naar mijn atelier om even te kijken of dat mijn schilderijen al verder droog zijn. Want die wil ik heel graag afwerken, want dan kan ik die video online zetten. Maar goed, we zijn ook net vanmiddag naar die begrafenis geweest. Het was echt een hele mooie dienst. En we hebben echt gewoon waardig kunnen afscheid nemen van die persoon. Dus dat is heel fijn. Maar wel altijd heel beetje triestig en een beetje, ja, je bent er al een beetje sipjes van. Maar ik ga even kijken naar mijn schilderijen. Nou, deze droogt echt prima op. Hij wordt echt gewoon goed. Heel mooi glad, maar hij is natuurlijk nog nat. En deze, ik kom kijken of ik hem een beetje eruit kan halen. Ja, die is ook nog nat, joh. Nou, is dat normaal? Misschien zal ik hem niet laten vallen, want dan is hij helemaal kapot. Ik weet het niet zeker of hij nog nat is, maar ik ga nu ook geen. Ja, ik kan nu ook het eindvideootje niet opnemen. Hoe zit het hier aan de kant? Nou ja, dat ga ik dan morgen wel regelen. Nou, en hier al die stokjes. Hier moesten nog maar parelverfjes opkomen. Maar die moest ik eerst zwart maken en dan doe ik daarna die parelverf eroverheen. Als het goed is, komen vanavond maar nieuwe stokjes binnen. En dan ga ik morgen gewoon nog heel eventjes in de ochtend. Kijken, want ik heb nu al die verf die daar stond. Alles wat stokjes zijn geschilderd ligt hier. Dus dit, hier ligt daar en dat. En dit allemaal is allemaal verf die ik hier nu heb staan. Dus alles wat nog daar hangt. En alles wat hier achter nog staat. Ik heb hier nog een bakje staan met een paar tubetjes. En alles wat hier nog staat. Er zijn ook nog best wel wat dingetjes. Kijk hieronder ook nog. En al die metallic dingetjes. Die wil ik eigenlijk toch allemaal stokjes van maken. En daarachter, daar staat nog mijn deco-art verf. Die wil ik ook nog doen. En daar staan natuurlijk die parelverfjes. Die 36 kleurtjes ga ik niet doen. Want ja, dat zijn weer de kleine tubetjes. Kijk, op één zetten. Zo. En ik heb ook deze gedaan. Ook wel grappig. Kijk, goud. Ja, dat vond ik niet zo echt heel mooi. Ik weet niet. Zilver. Dat doe ik ook gewoon erin. Ik had al een bak gemaakt. Heb je gisteren ook gezien. Dat heb ik even geknutseld. Daar gaan al die stokjes in. Maar ik wil het liefst ook gewoon alle stokjes erin doen. Dus dat is nu een beetje het plan. Dus morgenochtend ga ik dat, als het binnen is, ga ik dat even afmaken. En dan kunnen al die potten weer gewoon terug. Kunnen al die stokjes in mijn grabbelton. En dan ga ik daar eens eventjes een introotje voor maken. Want ik wil ook een leuk introotje maken. Dat ik dus dat, ja, die challenge. Dus dat is ook om nog heel veel werk om te doen. En dan had ik eigenlijk, dat gaat dus niet lukken. Dat weet ik nu al. Wanneer sta ik 1 juni? Is dat vrijdag of zo? Nee, zaterdag volgens mij. Nou ja, in ieder geval ergens vrijdag of zaterdag is het 1 juni. Dus dan moet ik de eerste klaar hebben. Dan had ik mij ook graag droog willen hebben. Want dan kan ik ook het droge resultaat laten zien. Maar dat gaat dus niet lukken. Want dan moet ik dus donderdag maken. Ja, dan kan die nooit zaterdag droog zijn. Denk ik niet. Dus dat ga ik uit mijn hoofd zetten. Ik kan het niet laten opdrogen. Ik laat misschien op het eind, de allerlaatste dag van juni, kan ik ze misschien allemaal naast elkaar leggen. En dan kan ik daar nog een leuke video van maken als afsluiting. Dus dat is een beetje het plan. Dat ik veel op mijn hals gehaald hier. Ja, wij gaan de avondvierdaagse lopen.
Wat jij nou weer? Reisje? I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? We gaan nou toch niet naar school, jongens? Ja, morgen weer. Morgen. Dag 1 zit erop, we zijn klaar. We zijn helemaal nat. Maar goed, morgen wordt mooi weer. Dus morgen gaan wij verder met aanvliegen dag 2. Gisteren een pakketje binnen. Ja, wat erin zit, dat weet je waarschijnlijk wel. Ik laat het eventjes aan jullie zien. Bonuspunt als je nu weet. Ja, er zit wel iets in wat ik besteld, maar niet wat ik hoopte dat zou komen. Dit zit erin. Stickertjes voor mijn waxzegels. Die had ik ook besteld, maar die zou eigenlijk pas morgen komen. Dus dat is misschien geen stokjes. Ik moet even nog een keer in de... Ja, maar lief heeft dat straks eventjes in de... In de brievenbus gekeken. Misschien heeft ze niet goed gezien dat die andere ook erin zitten. Maar ik denk, het zijn hele slappe stokjes. Nou. Ik denk, ik ga naar Matelier om stokjes te gaan schilderen. Maar ja. Geen stokjes. Nou hoop ik dat het vandaag nog komt dan. Misschien kijk even in de app van PostNL of zo. Chips. Nou, ik heb even in de app gekeken en ze zijn in ieder geval al bij ons in het dorp. Dus ze stond bij de laatste, dus waarschijnlijk zitten ze nu in de bus. Ja, als ze in de bus zitten, gaat hij niet nog heel de rondrijden, neem ik aan met mijn stokjes. Nou ja, goed, komt goed. Ik ga even op mijn gemakje dan aankleden en dan ga ik af en toe even kijken of er toch een busje komt. Ze zullen toch gewoon in een brief bestellen. Ze ook in zo'n zelfde verpakking zitten, dus stokjes. Waar blijven mijn stokjes? Het plan is een beetje anders geworden. Ik ga eerst even die video afsluiten van die, met die kleurtjes, weet je wel. Die zijn nou echt wel droog en anders ga ik gewoon maar afsluiten. En dan ga ik die video even afmaken en dan kan ik hem online zetten. En in die tussentijd, want ik had gezien tussen 10 en 3 volgens mij, 10 en 2, ik weet het niet. Vanaf 10 uur kunnen ze mijn pakketje komen brengen. Dus dan ga ik daar gewoon even op wachten, want ik kan eigenlijk niet verder in mijn atelier. Want heel mijn tafel ligt vol. Dat heb ik gisteren voor me laten zien. Ligt helemaal vol met stokjes. Nou, hè? Ik had het even heel anders bedacht. Ik heb dan gewoon mijn oude kleren aan en dan hoef ik dat ik even dit uit en dan doe ik dit jurk aan, want ik heb al wel mijn haarband in. En ik heb me al een beetje gefatsoeneerd en dan ga ik de video afsluiten en dan kom ik weer terug. Nou, alles staat erop in het Engels en in het Nederlands heb ik afgesloten. En nu ga ik mijn video's even kopiëren naar de juiste map. Deze video heb ik genoemd The Gold Parel Puddles. Ja, ik hoop dat ik echt een beetje out of ideas voor namen, maar goed, dan weet ik in ieder geval welke het is. En dan ga ik even op wachten en dan ga ik hem afwerken. En dan ga ik hem denk ik al wel online zetten, denk ik, vandaag. Ja, en natuurlijk maak ik dan ook altijd een thumbnail. Dus ik heb al een fotootje gemaakt van het schilderij. Ik ben echt aan het wiebelen. het is een aardbeving hier. Ik heb een foto gemaakt van het schilderij en die ga ik dan in... Ik heb de app, hoe heet die app? Smartist. En die ga ik dan, daarmee ga ik dat schilderij aan de muur hangen in een hele vreemde huiskamer. Dus mensen denken altijd van, heb je huis verbouwd? Nee, dat is gewoon een app. En dan kun je zo je schilderijen mooi weghangen en dat is dan heel fijn. Dat is gewoon een mooie, rustige omgeving en dan kun je mooi het schilderij zien. Dus dat ga ik nou ondertussen ook eventjes doen. En dan die ga ik dan ook even online zetten. Vind ik wel leuk om dan als teaser... En dan komt vanmiddag mijn video online, dus top! Hij is klaar, kijk, ik kan hem exporteren. Joepie. Ik zet hem niet in de bloopers, want dat is een verkeerde map. Ik zet hem lekker in de map, Kaal, Parel, Golden, Puddles en NL. En dan gaat hij opslaan en dan ga ik hem hier exporteren. Nou, kijk, hij begint gewoon super gaaf. Dit duurt ongeveer, denk ik... kwartier. Dus ik ga even koffie maken. Duurt lang. En natuurlijk komt er nog wat meer bij kijken bij het uploaden van een nieuwe video. Want ik moet natuurlijk ook een thumbnail maken. En ik laat even zien hoe ik dat doe. Kijk, ik pak dus altijd gewoon mijn originele video. En dan ga ik eventjes zoeken naar een leuk... Ja, leuk plaatje eigenlijk. Waar ik hem een beetje uitstretch. Dat is de verkeerde trouwens. Deze moet ik hebben, denk ik. En die open ik dan met... Niet met dingen, maar met VLC Media Player. Kijk, en dan zoek ik even een leuk plaatje waarvan ik denk, nou, dat is wel voor op mijn thumbnail een mooi plaatje. Dus je ziet ook dat je een beetje die parelkleur ziet al. Of juist alleen maar met die puddels, dat is natuurlijk ook nog wel leuk. Zoiets of zo, ik weet het niet. Misschien zoiets. Maar ik ben alleen maar, dan sta ik met mijn camera aan mijn handen, dus deze kan ik niet gebruiken. Swipe is altijd wel leuk als ik dat doe. Nou, ik
pak altijd gewoon, ik zet pak, dat is druk hier op dit knopje, daar staat dan dat is gewoon screenshot te maken. Dus dan maak ik een schermafbeelding. En dan ga ik gewoon even zoeken naar een paar leuke shotjes. Hier sta ik met mijn camera aan mijn handen. Kijk, dat stretch is ook altijd wel leuk. Ja, dit shot is bijvoorbeeld wel leuk. Nou, dan zoek ik weer even een screenshot maken. Dus we maken een beetje van ieder stukje. Kijk hier bijvoorbeeld, het is ongeluk als ik hier die parelverf in doe. Zoiets of zo. Kijk, deze is leuk. Misschien met die... Misschien hebben we dat mondkapje dan weer niet zo leuk. Deze ook nog wel. En dan raak ik straks gewoon de beste uitzoeken. Nou, dus dat heb ik dan gedaan. Dus die ga ik dan direct even naar mijn telefoon kopiëren. En daar ga ik dan eventjes met het programma Canva. Ik heb dat programma en daar maak ik dan mijn thumbnail van. En dan zet ik even bij de tekst en het nummer. En dan heb ik mijn thumbnail klaar. En ik heb natuurlijk ook een paar foto's. Vind ik wat leuk om die dan... als ik mijn nieuwe video online zet, dan die er dan bij te zetten als soort snapshots. Als een soort, dat mensen de video willen gaan kijken, want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Nou, ik ga even met mijn telefoon verder, maar dat is allemaal niet zo heel boeiend. Die thumbnail zie je straks als deze video online komt. Heb jij gezien hoe ik dit heb gedaan? Nieuwe video staat online! Top! Nou, hier gaat een lesje bouwen in onze boom, denk ik. Snoepbloemen. Hey, je bent er ook bij. Wat is je zeggen? Net helemaal stempelen. Nee, mama mag nog stempelen. Hier. En als je een deel mag, dan mag je een snoepje pakken. Ja. Ja. Oké. Okay. Een hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag en de opruimcoach is net geweest, is net weer weg. En ik ben even gauw naar mijn atelier gegaan, want ik was nog met die stokjes bezig en mijn nieuwe stokjes zijn binnengekomen als gisteren, zoals je zag. En nu heb ik net, ik heb gebeld. Ik heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Had ik al heel lang geleden een keer gedaan met mijn tekeningen en al. En dan was het allemaal verwaterd en dan verlopen. En nu heb ik me opnieuw ingeschreven, want nu ga ik echt met mijn tekeningen aan de gang. En ik ga sieraden maken en ik ga daar lekker mee bezig zijn. En dat vind ik ook fijn, omdat ik dan in ieder geval een Kamer van Koophandel nummer heb. En een BTW-nummer en alle dingen. Super fijn in ieder geval dat het allemaal top geregeld is. Dus dat ga ik morgen daar naartoe. Morgen ga ik officieel inschrijven. En dan heb ik gewoon echt een onderneming. Hoe vinden jullie dat? Dat is echt wel top. Nu was ik met die goud dingetjes bezig. Ik had dus die parelverf. En dat zag er echt wel heel... Ik had er die groene gedaan. En dat zag er echt heel tof uit. Ik laat het eventjes zien bij de blauwe kleur. Dat vind ik wel leuk om te laten zien. Dat dat echt... Hoe magisch die verf is. Ik laat het even... aan de andere kant zien. Kijk, want dit is nou de parelblauw. Kijk. En nu is hij dus gewoon helemaal wit. Als ik het hier op smeer, zie je dat? Dan wordt het gelijk blauw. Zie je dus alleen mijn donkere ondergrond. Ja, dat moet ik met twee handen doen. Maar kijk, hier in ieder geval, die zie je dus in ieder geval wat ik bedoel. Die parelverf, dat die helemaal andere kleur optrok. Dan is hij echt gewoon blauw. Cool, hè? Het is echt heel, hele gave verf. Ik had net die groen al gedaan, die ligt daar. Maar ja, maar dit moeten we misschien eigenlijk twee keer doen of zo. Maar echt, als je er overheen gaat, dan is het gewoon gelijk blauw. Super coole verf is dit. Super coole verf. En nu ga ik even alle andere kleurtjes ook eventjes doen. Nou, ik heb dus eigenlijk helemaal geen plek meer. En ik ga dus eerst deze potten weer eventjes netjes terugzetten. Dan heb ik daar in ieder geval weer ruimte voor. En dan ga ik daarna ga ik even op mijn bord kijken. Want hier zijn ook heel veel deze Amsterdam nog. En ook die expert ga ik ook wel eventjes allemaal doen. Dan ga ik al deze gewoon heel het bord. En dan ga ik daarna het bord weer terughangen. Dus ga ik al deze kleurtjes even stokjes van maken. Echt, zijn echt veel kleurtjes. En daarna heb ik hier nog een paar potten staan. Die ga ik toch ook maar eventjes doen staan. Niet heel veel meer. Ik zie er nog 1, 2, 3. Er zijn een paar dubbele. Dus die hoef ik ook niet allemaal mee te doen. En deze doe ik sowieso niet. En daar staan er daar nog een aantal. Dus die ga ik sowieso allemaal nog doen. En dan ben ik klaar.
Nou, die hangen weer netjes. Mooi op regenboogkleur. Hou ik echt van. Word ik helemaal blij van. Waar heb je je prik daar? Ja. Goed hoor, jongen. En een diploma. Super top. Ja, wat staat erop? Ik kan gekleed zwemmen. Goed bezig, meid. High five. Nee. Ik hou van pasanna's, want de natuur is allemaal mooi groen. Nou, we beginnen al lekker daar. Oh, we moeten die kant op. Die kant op. Kijk, en zo kan het dus ook. Nou, wat kies jij maar lief? Dat was dag 3. Goedemorgen, vrijdagochtend. En ik ben weer naar mijn atelier gelopen, want ik heb vandaag een vrije dag. En ik ga lekker wat dingetjes doen in mijn atelier vandaag. Gisteren wilde ik daarmee gaan starten met het maken van die sieraden. Dat ik had op mijn camera statief al zwaar klaarzet. Maar toen bleek het ineens dat mijn klok toch steeds niet bijt. Dus ik was eventjes een beetje apart. Ik moet de klok gewoon bijzetten, dames en heren. Maar goed. Ja, misschien dat ik wel even doe. Ja, het is irritant. Dus dat heb ik niet meer afgemaakt. Dus dan ga ik nu, want ik had alles al klaar gezet. Ik ging gewoon beginnen. Dus dat ga ik sowieso zo meteen nog eventjes doen. Laat ik wel even zien. Misschien maken we wel een reel van of zo.
Nou, ik heb echt weer heel veel sieraden gemaakt. Kijk eens, deze is... begint je bijna. Dit is echt mijn favoriet, kijk. Dit is echt heel gaaf. En deze ga ik denk ik zelf dragen. Deze vind ik ook echt heel cool. Deze is allemaal cool. Echt vasthouden. Deze vind ik heel cool, kijk. Dat is mooi bij de nieuwe jurk van mij. Dus ik ga vanmiddag de nieuwe jurk aan doen als ik me ga inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En dan kon ik er deze aan. Dus mijn lucky pendant. Deze is ook wel cool. En deze. Oh, kijk eens. Dat groen. Echt heel gaaf. Ik vind ze echt gewoon allemaal heel mooi. Ja. Ik had wel een beetje zo verf. Te veel lijm gebruikt. Want ineens schoot het eruit. Dus had ik een beetje veel lijm. Maar op zich, je kunt het allemaal goed wegwerken. Het is gewoon, je veegt het daarna gewoon weer eraf. Ja, super handig. Ja, nou, ik ga deze heel even ergens instoppen. Zodat ze niet allemaal op mijn bureau liggen. Dus dit kan ik even nu loslaten. Want ik heb nu dus geen skins meer. Ja, deze kan, ja. Deze was helemaal raar geworden. Die was een beetje gevallen. Die was een beetje dubbel gaan zitten. Dus nu is die een beetje niet zo mooi meer. Maar kijk, dus hier zitten nog wel stukjes die ik kan gebruiken. Dus misschien dat ik dit gewoon nog gebruik. Anders maak ik gewoon nieuwe skins. Ik maak gewoon per skin ongeveer een sieraad of 5, 6. En dan vind ik het gewoon wel prima. Want ik wil echt wel gewoon... Je kunt hier natuurlijk nog duizenden sieraden uitknippen. Maar dit is nog wel een mooi stukje op zich. Maar ik ga altijd echt zoeken als ik een skin heb. En dan ga ik echt sieraden erop leggen. En dan ga ik gewoon echt de mooiste stukjes eruit halen. Ik ga niet van die halfbakken dingen. Ik wil het gewoon goed doen. Ik wil het gewoon mooi doen. Dus ik kies zelf mijn persoonlijke mooiste stukjes uit de schilderij. En bij een skin kunnen dat er misschien 10 zijn. En bij sommige skins zijn het er misschien maar 3 of misschien maar 1. Dus dan is het dan gewoon jammer. Dan voor die andere. Dus ik ga nu dit even opruimen en deze stokjes eventjes doen. En dan gaan al mijn stokjes in mijn doos. En dan ga ik deze mee doen. Ik vind het zo fijn dat mijn bord zo weer zo netjes hangt. Echt, kijk eens hoe netjes. En al die verf staat allemaal weer zo netjes. En zat ik dan net eigenlijk een beetje te denken. Wat daar allemaal staat, daar allemaal. En dat vak. De meeste wil ik eigenlijk gewoon misschien in deze kast zetten. Want het is gewoon echt niet. Ik vind het zo rommelig zo. Vinden jullie ook niet? Al die potten staan zo mooi. Dat bord hangt mooi. En daar kan ik dan Daar zet ik dan mijn potjes verf. En dan kan ik daar misschien dan die Winsor Newton verf zetten. En nog, ja, gewoon de verf. Dat daar gewoon een beetje de verf ook mooi brengen mag. Ja, hou ik van. En dan is het daar een beetje rustiger op de achtergrond. Dat is echt heel rommelig. Dat is ook een beetje het idee wat ik nog had. Wat gaat hier gebeuren? Als jij het beu, Mike. Jij komt hier nooit. Ik kom hier nooit, maar als ik hier kom, weet ik niet eens wat het is. Nou, zie je dat? Zo doe je dat gewoon. Kijk dan lekker zo. Dan drink ik lekker mijn koffie op. En dan gaat Mike gewoon lekker mijn klok bijzetten. Kijk. Ik heb nou even hangen. Zonder dat die valt. Ja, een dure klok. Van Ikea. Kost misschien wel 9,95. Ja, zoiets hangt een beetje gek. Kijk, het is 10:45. Super cool. Kijk, ik heb koffie gekregen van mijn vent. Heb jij zelf ook koffie? Die heb je zelf niet? Binnen. Oké, nou ik ga mijn koffie opdrinken en dan ga ik het volgende kawaii doen. Ik ben onderweg naar de Kamer van Koophandel. Helemaal in mijn eentje. Ik vind het echt wel knap van mezelf dat ik dat gewoon helemaal in mijn eentje doe. Ik vind het wel cool. Had vroeger echt nooit gedurfd. Moest altijd iedereen mee met handje en zo. En ik ga het allemaal zelf doen. Dus dat. En vanmorgen was ik dus bezig met die stokjes. Althans, ik had een stokje gepakt. Ik had de verf gepakt. Ik had bijna de verf opengemaakt. En toen ging mijn telefoon. En dat was de juffrouw van Max. Dat het met Max niet zo lekker ging op school. Hij is vanmorgen ook gestart met zijn nieuwe medicatie. Hij was heel moe, hij was een beetje verdrietig en hij was allemaal. Ik denk, ik kom hem lekker halen. Dus ik heb hem gehaald en ja, ik heb dus niks meer kunnen doen in mijn atelier. Ik zie jullie straks. Het is gelukt. Nou, ik ben terug naar mijn atelier gelopen en ik ging heel even gauw mijn camera pakken. Want ik ga kijken en ik hoop echt dat die zwarte schilderij... Dat zwarte schilderij droog is, dan kan ik even de video afwerken. En dan heb ik in ieder geval op beeld staan. Dan kan ik het daarna op mijn gemak nog op de computer gaan afwerken. Maar volgens mij... Blijf staan. Ja, ik vind hem denk ik wel droog genoeg. Ik zal hem er even bij pakken. Ik heb net een kriebeltje in mijn keel. Nou, hij is misschien nog niet helemaal 100% droog in het midden. Maar ik ga hem toch gewoon afsluiten. En misschien een kriebeltje. Deze, wacht, ik leg het heel even op de grond. Die liggen die andere ook even. Die moet straks gelijk daaronder komen. Maar daar kan ik nou niet bij, want er staat nou een krakje. Trapje of een krap? Krukje. Een trapje of een krukje? Dat is een krapje.
Nou, deze, ja, die is volgens mij wat droog. Dat is ook wel cool. Dat is zilver. Echt super gaaf. Die hoek vind ik echt heel cool. Zie je dat? Met al die achtergrondzooi. Ja, jullie kennen mij wel een beetje inmiddels. Deze is ook wel heel gaaf. Ook weer helemaal geen plek voor. Ik heb gewoon helemaal geen plek. Deze ga ik nou even afsluiten. Deze is ook wel echt super cool geworden. Ik ben benieuwd hoe ik, als ik deze ga ik wel vernissen, dan zal die nog meer. Ik vind hem echt heel gaaf. Ik ga deze nu afsluiten. Zeg, mijn camera even opstellen en dan ga ik beginnen. Nou, wat zou het? We weten het woord Annekal, hè? Hij houdt echt niet op, nee. Oh, wat een snoep. Hallo. Oh, kijk. Gefeliciteerd, meisjes. Dank je wel, hoor. Kijk eens, alsjeblieft. Oh, dank je wel. Zo, hey. Goed beter. En nou gaat het regenen. Ik heb een medaille gehaald. We zijn goed bezig. We gaan naar de fiets naar huis. Door de regen. Nou, en die ook. Je hebt ook een medaille gehaald. Weer plakken. Ja. Wat heb je dan verdiend? Ik ga even kijken. Ik heb geen cadeautje. Ik kan naar de bodem zakken. En de kruilslag gaat nu echt super. Nou, gewoon 2 stickers verdiend. Nou, ik ben weer in mijn atelier. Het is vandaag zaterdag. En we hadden vanmorgen zwemles en alles en gedoe. En nu is het al 4 uur. En ik denk, ik ga even wat filmen, denk ik maar. Want jullie kijken graag naar mijn ateliervlog. En jullie willen graag zien wat ik in mijn atelier doe. Nou, toevallig ben ik nu in mijn atelier. En het is dus al 4 uur. Maar goed, ik heb voor de rest eigenlijk heel de dag ben ik bezig geweest om die video te editen. Van dat schilderij wat daar ligt. Dat zwarte. Daar. Dat schilderij. En die video's zijn allebei geëdit. Ze zijn allebei op YouTube gezet. En allebei alle beschrijvingen zijn klaar. Thumbnails zijn klaar. Hoofdstukken zijn gemaakt. Dus hij is gewoon helemaal klaar. Dus volgende week komt hij online. Ik weet nog niet welke dag. Ik denk dinsdag. Dus daar hoef ik helemaal niks meer aan te doen. Echt zo'n fijn gevoel. Nu ga ik deze laatste van Ara eventjes schilderen. Ik was hier gewoon mee begonnen. Ik heb de achterkant allemaal al opgeschreven. En nu ga ik ze schilderen. En ik had al een intro opgenomen voor mijn nieuwe video. Ik ga sieraden maken. Ja, dat doe ik al vaker. Maar daar ga ik een video van maken. Ik heb het intro opgenomen. Ik heb het in het Engels zelfs gezegd. Nou echt. Dat was heel lastig. Ik vind het wel heel moeilijk om dit in het Engels te doen. Want ik heb heel veel woorden die ik niet weet in het Engels. Maar goed, ik ga mijn best doen. En ik had gewoon of de translate. En ik had het zo naast gezet. Dat hoop ik dat het net lijkt alsof ik wel de camera in kijk. Maar dat ik net zo er langs af kijk. Ik hoop niet dat dat heel storend is. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Dus nu ga ik, wil ik ruimte gaan maken. Maar ik denk, dan ga ik eerst dit afmaken. En dan kan ik daarna mijn bureau even leegmaken. Die potten allemaal terugzetten. En dan heb ik weer ruimte om die video te gaan maken. Want ik wil eigenlijk nog vandaag nog een skin maken. En die opnemen in die video. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het plan. Wat ik heel graag wil doen vandaag nog. Dus ik ga gauw verder. Ik ga deze, ik laat even zien welke ik nog al moet doen. Kijk, deze moet ik dus nog doen. Dat zijn deze blauwe, die groene, die nog. Die allemaal nog. Die had ik al gedaan. Ik ga hier gewoon weer verder. Hier, ja, meh, natuurlijk. Gelijk een foutje gemaakt. Dit ga ik eventjes. Dit is de magenta met het is echt een hele gave kleuren trouwens. Echt heel cool. Dus die ga ik echt gewoon vaker gebruiken ook. Want die staan gewoon de hele tijd daar in die kast. En dan zie ik ze gewoon niet. Dus vandaar ga ik dit dus ook hier in die doos doen. En ik doe dat allemaal niet te moeilijk. Ik leg ze wel eventjes hier. Dan kan ik ze lekker goed daar laten liggen. Kijk, echt een hele gaaf kleur is dit. Super cool. Met één hand, ja, gaat het niet. Maar je weet wat ik bedoel. Ik ga deze, al deze stokjes eventjes zo doen. Nou, deze verf is volgens mij niet meer helemaal goed. Want die komt niet meer naar beneden. Kijk, die zit hierin. En dan knijp je. En dan blijft hij daar hangen. Dus die is niet meer vloeibaar. Dus die is toch niet helemaal goed dicht geweest of zo. Maar ik kan hem ook niet openmaken. Want er zit geen schroefdraad op die top. Volgens mij. Wacht even, kijk even hier. Maar zit er helemaal geen schroef. Dat hier is het wel wat dikker. Maar ik krijg het ook niet overgeschroefd. Maar het is gewoon echt één stuk.
Maar goed, hij is gewoon echt helemaal hard. Ik denk, doe dat even hier een beetje op. Maar zie je, dat komt er gewoon niet uit. Nee, dus deze ga ik ook gewoon weggooien. Jammer. Ik heb dus net die video opgenomen, daar staat hij. Waar ik dit heb gemaakt. Met mijn camera hier, want ik had echt geen zin om helemaal naar binnen te gaan om die grote camera op te stellen. Oh, hier ben ik. Dus ik heb het gewoon zo gedaan. En dit is het wat het gaat worden. Zoiets, deze kleuren. Ik vond het wel leuk, een beetje met blauw. Keertje. Dus ik hoop dat ik hier wel wat sieraden uit kan halen. Anders heb ik natuurlijk helemaal niets te maken. Maar ik zie wel mooie... Laat het eventjes van erbij zien, dan kan je even meekijken. Ja, het licht is echt een beetje vervelend. Kijk maar hier... Is ook nog wel aan dat dat vooral met dat donkere vind ik heel mooi. Dus hier of zo en hier. Dit stukje is ook heel gaaf. Dus ik ben erg benieuwd hoe dit gaat worden. Ik mis alleen hier een beetje dat donker. Misschien dat ik ook even één keer met een beetje donker er doorheen swipe. Dat is wel mooier. Hier is ook heel gaaf, hier, dit stukje. En hier met dat brons. Nou, we zien wel. Als het niks wordt, dan wordt het niks. Kijk maar, zelfs zo'n heel klein stukje hier. Dat kan al heel mooi worden. Echt heel gaaf. Nou, dit gaat even ergens wegleggen dat ik het kan laten drogen. En dan ga ik hier over een paar dagen weer mee verder. Nou, het is vandaag zondag en we gaan samen dit spelletje doen. Geen idee of het leuk is. We hebben al een beetje te kijken. Dit was Peach, hè? Ja, jij wou Peach zijn. En ik wilde graag Toad zijn. Dan kun je ook hier zijn. Ja, dat is het spel. En dan gaan we even lezen hoe het moet, want ik heb echt geen idee. Nou, en wie heeft er natuurlijk alweer gewonnen? Ik. Nou, wij zijn deze aan het maken en we zijn al zover. Dus het schiet lekker op, hè? We zijn hier met die paarse bezig. Je moet er helemaal zo omheen. Ik heb een henkhouder. Zij heeft een henkhouder. Kijk, wat zit erin? En dan moet paarse. Je zo... Dan kun je er eentje elke uitpakken. Ja, dat is niet. Nou, we zijn al bij deze rij. En dan gaan we de oranje doen, dan die witte. En dan zijn we al bijna... Bijna klaar. Is klaar. Oké, okay, nou, hier schaam ik me een klein beetje voor. Want dit pakket is van de week of in ieder geval vorige week al aangekomen. Ik heb hem nog steeds niet uitgepakt, omdat ik nog steeds geen plek had om hem uit te pakken. Dus die ga ik gewoon volgende week openmaken. Ik heb nou ook nog steeds geen plek, dus... maar wat erin zit, ik weet precies wat erin zit en ik had het nog niet nodig. Maar eigenlijk heb ik hem volgende week wel nodig. Hier is mijn atelier. Ik ga heel eventjes spieken hoe het gegaan is met het drogen van mijn skin. En daarna ga ik deze vlog afsluiten. Nou, hij droogt al goed op. En ik vind deze kleurencombinatie echt super cool. En omdat hier ook brons in zit. Ik heb dus in die doos die daar staat. Zit een spuitbus met bronzen verf. Dus ik denk dat ik van de week. Goed deze kleurencombinatie ga gebruiken. Maar dan doe ik ook spuitbus doorheen. Ik zag alleen wel dat hier één vliegje. Die was op het randje geland. Dus die is niet door mijn heel mijn schilderij heen gevlogen. Maar hier. En hier ook of niet? Dat lijkt dan maar. Hier zit echt zo'n streep. Ik heb het niet afgedekt, dus wat ik eigenlijk wel een beetje dom eigenlijk. Maar ja, ik had ze ook, ja. Op zich maakt het hier niet zo heel veel uit als er één vliegje doorheen gaat. Want je gebruikt natuurlijk niet de hele skin. Je gebruikt stukjes ervan. Nou, dan doe je er gewoon een beetje ernaast. Deze laat ik even drogen.
Ja, en voor de rest, zoals je kunt zien, het is nog gewoon een ontzettende bende. Maar voor mij zeg ik dat bij iedere ding dat ik zeg. Het is gewoon een gezellige... ja, hoe zeg je dat? Gezellige bedrijvigheid heet het, toch? Ik vind het wel een mooier woord als rommel. Het is gewoon een gezellige bedrijvigheid. En ik ga voor deze jurk vanavond, ga ik deze ketting aandoen. Ik had toen een keer dat schilderij gemaakt wat bij dit sieraad, of bij deze jurk past, van dezelfde kleuren. En dan heb ik ook van diezelfde kleuren een sieraad gemaakt. Kijk, en hij past echt perfect bij mijn jurk. Dus ik ben helemaal matching vandaag. Kijk, helemaal top. Ik ben klaar om aan het eten te gaan. Ik heb zoveel zin in. Oh, zo lekker, lekker, lekker eten. Sushi vind ik zo leuk. Houden jullie van sushi? Ik hou echt super van sushi. Maar niemand om mij heen houdt van sushi. Dus daarom ga ik met een vriendin, want die houdt ook van sushi. En de rest niet, dus dan gaan we lekker met z'n tweeën sushi eten. Ik heb zin in, ik heb een mooie ketting aan en ik ben klaar om te gaan. Ik ga deze vlog afsluiten en ik vond het leuk dat je keek. En ik hoop je heel graag volgende week weer te zien. Volgende week een iets normalere, rustigere week. Geen avondvierdaagse, geen rare afspraken of hele drukke afspraken. Wel 2 keer sporten. En vrijdags is Max vrij. Dus wat we allemaal gaan doen, zie je allemaal volgende week. Voor nu bedankt voor het kijken en tot volgende week. Houdoe!